Vandaag 8 mei start de themamaand Den Helder, de meest gebombardeerde stad van Nederland. Er is een gevarieerd programma de hele maand mei in Den Helder, waar mensen eigenlijk meer kunnen leren weten over het onderwerp, het thema dus als Den Helder, de meest gebombardeerde stad van Nederland. Er worden onder andere lezingen georganiseerd, een lezing over de wederopbouw na de oorlog door de woningstichting onder andere. En er is een lezing door Ramon Boonstra, een van onze vrijwilligers, op Fort Kijkduin, die het verloop van de oorlog verder vertelt. Er is ook een workshop fotografie door Fred van Eck. Die neemt je mee door de stad en die gaat aan de slag met het thema. Er is ook een hele mooie audiotour. Dat is een soort wandeltocht met audiotour door de binnenstad van Den Helder naar Willemsoord. 23 locaties doe je aan waar je heel veel informatie krijgt over het verloop van de oorlog. En eigenlijk de luchtoorlog en de bombardementen die plaatsvonden. En je krijgt nog informatie over de locatie wat daar gebeurd is. En hoe een bepaalde wijk of een bepaalde straat of een gebouw gebombardeerd is. Zeer interessant om te doen. Het startpunt is bij de Experience Store in Den Helder in de Spoorstraat. En het eindpunt is hier op Willemsoord. Verder zijn er 2 foto-exposities te bezichtigen. Eentje in school 7, die is gemaakt door de historische vereniging uit Den Helder. En de ander is gemaakt door wederom Ramon Boonstra. En die is hier op Willemsoord in gebouw 52 te bezichtigen. Dan hebben we het laatste weekend, en dat is het weekend van 3-4 juni, nog iets heel speciaals. We doen rondleiding op Willemsoord hier al, langs de bunkers. Er zijn 2 gidsen die nemen je mee langs de bunkers en die vertellen alles over de bunkers uit de oorlogstijd. En een van die bunkers die openen we speciaal alleen dat weekend voor publiek. En dat is deze bunker. En hij gaat voor de eerste keer open op de Landelijke Bunkerdag. Dus kom zeker langs om een kijkje te nemen. Als directeur-bestuur van Stichting Erfgoed Den Helder vind ik dat we deze geschiedenis verder moeten vertellen en toegankelijk moeten maken voor een breed publiek. De bombardementen op Rotterdam zitten in het collectief geheugen gegrift. Maar ook Den Helder heeft groot deel ondergaan dat minder bekend is, maar geen vergeten geschiedenis mag worden. Zondag 19 februari, jongens en leden, herdacht wij de grootste bombardementen op Rijkswerf Willemsoord. 80 jaar na dato. Er waren destijds tientallen slachtoffers te betreuren. Met name staan stonden wij stil bij het leed dat deze oorlogshandeling tot in lengte van dagen heeft veroorzaakt. Komende maand besteden wij in een bredere context aandacht aan de bombardementen en alle gevolgen ervan op Den Helder. Alle tezamen, de meeste uitgevoerd door de geallieerden, zouden tot op de dag van vandaag het DNA van deze stad gaan vormen. Een gebied waarbij we rekening willen houden met het verleden en ons ook moeten voorbereiden op de toekomst. En ik ben daarom zeer vereerd om samen met de start van deze activiteit van Den Helder, de meest gebombardeerde stad van Nederland, hier vandaag het startschot te mogen geven. Gaan we dat nu doen? 2, 1. Ja, dat is goed.